Raymond Schultz, totaltraining.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de squat diepte. En dan gaan we het niet per se hebben over de diepte, hoe diep je moet squatten. Die vraag heb ik al eens beantwoord, dus zoek maar naar die video op mijn kanaal. We gaan het vandaag hebben over waarom je niet diep genoeg kan squatten, hoe je dit op kan lossen. En als laatste, waarom je soms de squat beter vanaf beneden af kan leren in plaats van bovenaf naar beneden toe werken. Komt-ie! Als je diep wilt squatten, zijn er twee spierroepen gigantisch belangrijk. Dat zijn je kuiten en je hamstrings. De flexibiliteit daarvan, om met de kuiten te beginnen, kan je heel makkelijk testen. Zoals je mij hiervoor ziet doen, ik zet mijn hand tegen de muur aan. Ik zet mijn tenen tegen mijn hand aan. En vervolgens buig ik zo ver dat ik met mijn knie tegen de muur aan kom. Als je dit redt, dan ben je in je kuiten flexibel genoeg om te kunnen squatten. Nummer 2, de tweede methode, de lengte op de hamstrings, daar kom ik zo op terug. Als je kuiten niet flexibel genoeg zijn, als die niet genoeg lengte geeft, kan je natuurlijk speciale squatschoenen kopen met een verhogingje eronder. Je kan natuurlijk de welbekende gewichten onder je hielen neerzetten. Of mocht je een eigen personal training studio hebben en veel klanten die niet zo flexibel zijn, dan kun je een speciaal daarvoor gemaakt squatblok gebruiken. Dit zijn natuurlijk 3 tips die om het probleem heen werken in plaats van het probleem oplossen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Als je kuiten je genoeg lengte geven, als je zo flexibel bent in je enkels, dan zou je zo diep moeten kunnen squatten dat de regio waar je bovenlichaam en waar je bovenbenen samenkomen, het kruispunt daar, onder de bovenkant van je knieschijf komen. Als dit lukt met een perfect rechte rug, dan is er niks aan de hand, dan is je squat gewoon prima. Als je onderrug hierbij gaat bollen, dan heb je 9 van de 10 keer een hamstringprobleem. En om wat exacter te zijn, je hamstrings zijn te strak / te kort. Vaak is dus een kuitprobleem of een hamstringprobleem, vaak is dat al het probleem tot het niet diep genoeg kunnen squatten. Dus meestal 95% van de gevallen ligt het aan een van die twee punten. Als jij jouw probleem hebt gevonden, dan ga je vanzelfsprekend een stretch zoeken of voor je hamstring of voor je kuit. Ik ga het daar vandaag niet over hebben, want er staan echt duizenden stretches op internet. Ik wil een stretch laten zien die je daarna kan doen. Dus stel je voor, je hebt een strakke kuit en je hebt een goede gastrocnemius soleus stretch gevonden. Wat je lekker kan stretchen, lekker het been kan rekken, de enkel ver naar voren kan brengen. De oefening die je daarna gaat doen, die ga ik vertellen. Dus je doet 2 stretches voordat je begint met de squat. En ik ga die stretch laten zien vanaf beneden af aan. En eigenlijk om de volgende reden. Hoe moet ik dit? Ik zit even te twijfelen hoe ik het goed zou uitleggen. Toen jij vroeger een kleine jongen was of een klein meisje. Je was een baby. Je kon nog niet lopen. Je kroop en vervolgens ging je rechtop zitten en squat je omhoog. Dat is het eerste wat een menselijk lichaam leert. Een menselijk lichaam leert niet staan en dan naar beneden te squatten. Dus je squat van nature al vanaf beneden naar omhoog. Dat motorpatroon, die beweging, die zit in je hoofdgestand. Het lichaam, zoals jullie weten, als jullie vaker naar dit kanaal kijken, het lichaam onthoudt bewegingspatronen. Als ik ga fietsen, dan weet mijn lichaam, in mijn hoofd zit opgeslagen, het bewegingspatroon van fietsen. Anders zou ik iedere keer opnieuw moeten leren fietsen. Dat kost heel veel energie. Dus, het bewegingspatroon van squatten zit van nature al in je lichaam. Je bent het alleen verleerd door een strakke hamstring, een strakke kuit of iets dergelijks. Of je leert de squat niet goed aan. Van nature zit dat er al in. Dus het lijkt mij logisch als ik een stretch ga doen, dat je van beneden kan stretchen in plaats van naar boven. Heel veel mensen zeggen, je gaat gewoon squatten, want je kan de squat toch al en je zakt telkens dieper naar beneden totdat je op een gegeven moment op een goede diepte uitkomt. Is op zich niks mis mee. Het zijn 2 varianten die alle 2 kunnen werken. Alleen persoonlijk ben ik van mening, het motorpatroon zit er al in. Iedereen weet hoe de bovenste positie van de squat voelt, want dat is dit. En ik wil de onderste positie dus aanleren en die 2 eigenlijk met elkaar verbinden. Zoals gezegd begin ik in de onderste positie van de squat. En er zijn best wat stappen voordat je deze squat eigenlijk helemaal volledig uit kan voeren. Ik voer dit uit met het squatblok en die leg ik andersom neer.
Als je een stuk hout hebt van, ja, ik noem maar wat, een centimeter of 5 dik. Het mooiste zou zijn in stappen. Dus 5 centimeter dik, bijvoorbeeld eentje van 2 en gewoon de vlakke vloer. Dan zou dit nog beter zijn. Dus ik leg mijn voorbeeld stuk hout neer. Ik ga in mijn squat positie staan. Tenen iets naar buiten. Hielen net op schouderbreedte, net erbuiten. Tenen iets naar buiten. En ik squat naar beneden. Bijna iedereen is flexibel genoeg om dit te kunnen, want ik zit nu simpelweg ook nog met een hele bolle rug. Dit is stap 1. Deze diepte ga je waarschijnlijk al halen. Als dit lukt, dan probeer ik mijn torso rechtop te maken. Ik probeer mijn torso rechtop te houden, zoals in een normale squat. Probeer dit. Als dit lukt, gaan we naar stap 2. Ik ga mijn rechterhand helemaal naar buiten draaien, waardoor mijn torso meer rechtop komt, waardoor die rechter komt. Het is voor mij net alsof ik nu een barbel beet hou. Mijn hand is natuurlijk achter mijn schouder, alsof ik die barbel beet hou. En de tweede ook. Of jij hem zo beet houdt of zo beet houdt, maakt niet zo gek veel uit. Mag deze stretch lukken, dan kan je dit herhalen met een lager squatblok. Als dat dus op een gegeven moment helemaal lukt, zijn we zover dat je op de grond kan gaan oefenen. Dus je squat naar beneden, dus nou leun je lekker naar voren. Je bent helemaal naar voren. Dit moet iedereen kunnen. Vervolgens kom je weer helemaal naar achter. Dit wordt voor sommige mensen al moeilijk. En dan komt stap 2 weer. Torso recht. Armen naar buiten. En als het goed is, heb je nu een fatsoenlijke squatdiepte. En kan je normaal squatten. Dit is zomaar een werkwijze om te wennen aan de diepe positie van de squat. In plaats van continu telkens naar beneden zakken. Hiermee kan je in betere, kleinere stappen telkens progressie maken, zodat je volledig tot een goede diepte squat. Wil je nog meer van zulke soort video's zien? Neem dus een kijkje op mijn kanaal. Je kan er ook gelijk abonneren natuurlijk. En zoek je een goed trainingsschema? Kijk op totalstrength.nl. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.